Yo mensen, Jaraski hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe City Skylines aflevering hier natuurlijk op mijn kanaal Jaraski Plays. We gaan weer verder waar wij gebleven zijn, want in de vorige aflevering hebben wij natuurlijk hier een goederentreinstation gebouwd die helemaal aan de andere kant van onze stad loopt en hier uitkomt bij natuurlijk de raket. Want wij kunnen namelijk de raket, hij staat er hier ook, gaan lanceren. Wat natuurlijk mega, maar ook echt mega vet is. Maar, vind je dit nog leuk? Ram natuurlijk zo'n subscribe op, like op. Bedankt natuurlijk allemaal voor alle support. Dat is sowieso al super, super dope. En ja, thanks altijd voor het liken en het kijken natuurlijk naar deze video's. Want ik vind het heel erg leuk om te doen namelijk. Oké, ik denk dat jullie gewoon niet in spanning gaan laten. We kunnen wel die raket helemaal aan het einde gaan lanceren. Maar ja, we hebben in de steden heel veel te doen. Dus ik denk dat ik gewoon ga lanceren. Ik ga hem gewoon lanceren. Ja? Zullen we het doen? Als we het doen, moet je wel op die like-knop rammen. Dat zou ik heel doof vinden. Ik ga het gewoon doen. Ik ga er gewoon op drukken. We gaan het zien. Gaat het goed, jongens? Holy knetter. Holy knetter. Gaat hij al? Oeh, daar gaat hij! Oei, 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 ik hoop zo dat hij goed gaat. Iedereen is ook blij. Iedereen is blij in de stad. Iedereen is blij ermee. Holy knetter. Oei, 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 oei. Waar is die? Kijk hem gaan. Dat ding gaat hoog, jongen. Ik ben er bijna uit zicht. Ah, ik ben er kwijt. Maar hij is wel goed gegaan, door die lancering. En iedereen was er ook letterlijk blij mee, jongen. Wow, yo, je ziet alleen nog daar een rookwolkje hier, oh. Hier zit nog een klein rookwolkje. Nou, dat was toch eens even leuk. We hebben hem gelanceerd. En dan kunnen we nog een paar keer doen. Oh, yo, kijk ook iedereen weglopen. Kijk iedereen gaan. Wow. Wat gaan jullie allemaal doen, joh? Die mensen denken ook, we zijn klaar met werken. Ik ga hier mooi eens even niet meer komen, hoor. Ik ben hier mooi eens even weg. Ik vond het serieus vet. Die mensen kwamen hier allemaal om gewoon de lancering bij te wonen. Holy knetter. Oké, dat was serieus. Maar ook echt serieus. Super dope. Woe. Alright. We hebben natuurlijk vorige keer... Oh, de boot is er nu ook voor de eerste keer. Check it out, man. Dit is de boot... Wacht. Er zitten 22 passagiers aan boord. Kijk, dat is nog eens mooi. Dit is de boot die ja, ook nog wat nieuwe inwoners natuurlijk naar onze stad kan toebrengen. Wat heel erg vet is. En je ziet ook dat er best wel veel mensen aan boord van die boot zaten. Dus dat is alleen maar business dit. Het is alleen maar goed gewoon dat we dat doen. Dus dat is super, super fijn, joh. Het gaat heerlijk gewoon. We hebben 59.506 inwoners op dit moment. En ik wil sowieso weer de stad hier wat gaan uitbreiden. Dus dat ga ik ook meteen eigenlijk doen. Ik hou het wel een beetje kleinschalig. Ik denk dat ik hem hier gewoon uitbreid zo. Sorry voor jullie flat gebouwen, maar ja, dat is hun eigen schuld. Hadden ze daar maar niet gaan wonen, hè. Hadden ze daar maar niet moeten gaan wonen. En dan connect ik hem eigenlijk denk ik gewoon zo aan elkaar. En that's it eigenlijk. Doe ik aan de andere kant hetzelfde. Alleen daartussen kunnen we natuurlijk wel weer veel weggetjes gaan spannen. 1, 2. Want als we er gewoon eentje helemaal zo naartoe, naar de andere kant doen. Dan kunnen we daar weer allemaal nieuwe mensen laten wonen. Kunnen we ook misschien ook nog wel wat meer kantoorruimtes, et cetera, bouwen. Dus ik denk dat ik hier tussenin wel wat kantoorruimtes kan neerzetten, namelijk. Dan zou je het op deze manier gewoon invullen. Kijk. Laat ik dit open. Vul ik het gewoon zo in. Op 2. Hoppatee. En hoppatee. En volgens mij, als ik hem moet ik heel veel controleren hoor. Kunnen we die stroompaal, ja die kunnen we weghalen. Die staat midden door de stad heen natuurlijk. Dus het is wel handig als we die eens even gaan weghalen. Want hij staat een beetje in de weg, hè. Weg ermee, zo. Moet hij alleen wel nog hier connected blijven. Dat zit hij net volgens mij. Zolang die daar maar connected blijft, is het goed. Heel even kijken. Ja, oké, die zit nog aan elkaar verbonden. Chill. Dan gaan we heel even kijken hoe we dit gaan indelen. Hier zit sowieso kantoorruimtes. Kunnen we dit verder indelen zo met kantoorruimtes? Hier ook nog wel.
Doen we die twee vlakjes kantoorruimtes. Eigenlijk kunnen ze alle drie wel kantoorruimtes doen. Doen we die kantoorruimtes. En dan zetten we hier gewoon nog wat flatgebouwtjes neer. Hoppatee. En dit ook nog met flatgebouwen indelen. Zo. Dan komen er weer lekker veel mensen bij namelijk die hier komen wonen. We moeten wel de stad niet te groot uitbreiden. Want anders... Oh, dat zijn winkels. Oh-oh. Want anders wordt namelijk te druk bij de ingangen. We hebben natuurlijk nog maar één ingang. Ik wil er later wel twee van maken. Maar op dit moment hebben wij dat nog niet. Dus ik moet het nog een beetje rustig aanpakken. Zodat het gewoon niet te druk hier binnen wordt. Het valt nu nog wel mee zoals je kan zien. Nou, hier staan ze heel eventjes stil. Maar dat lossen ze zelf allemaal wel op. Komt natuurlijk omdat er hier ook drie wegen bij elkaar komen. Die alle drie de stad ingaan. Maar voor de rest, ja, er staan nog geen file. Dus dat is nog steeds natuurlijk een pluspunt eraan. En eigenlijk kan ik hier wel misschien mooie parkjes neerzetten. Ik weet niet of we nog iets moois hebben. We kunnen hier wel zo'n plaza neerzetten, denk ik. Ja. Kijk zo. Hoppatee, daar zijn de mensen ook wel weer blij mee namelijk. En dan gaat natuurlijk de landwaarde ook weer verder omhoog. Stoplicht gaan we hier heel veel weghalen. Zo, weg met de stoplichtjes. Hier staan ze niet, dat is goed. En dat verloopt eigenlijk allemaal lekker. Ik wil heel graag vandaag naar die 60.000 inwoners toe. Nou, je ziet nu de inwoneraantal gaat natuurlijk weer strak omhoog. We verdienen ook nog steeds genoeg geld. Nog steeds 12.000 per week. Dus dat is ja, helemaal een pluspunt. Er is ook geen vraag meer naar kantoorruimtes. Dus dat is sowieso ook nog een pluspunt. En ik denk dat als er hier gewoon in die flatgebouwen mensen komen wonen die ze nu langzaam aan het bouwen zijn. Dat we dan wel die 60.000 inwoners moeten hebben gehaald. Dus dat is heel mooi. Hoe gaat het in dit park eigenlijk? Hoeveel mensen zijn hier al geweest, jongens? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. In totaal... Oh, 4900! Dus we zijn bijna weer level omhoog met ons pretpark. Want bij de 5000 gaan we nog een keer level omhoog. Dat is chill, want dan kunnen we nog meer attracties plaatsen namelijk. En ik moet je zeggen, ik vind het eigenlijk best wel een mooi parkje worden. We kunnen nog wel wat verder indelen, denk ik. Wat zal ik nog wat verder indelen? Want we hebben namelijk nog... even kijken, game booths. Ik weet niet precies wat ik aan hen heb, want ze zijn ook een beetje half om half, zoals je kan zien. Maar we kunnen ze wel weer tegen elkaar aanzetten, zoals je ziet. Waardoor het wel weer een mooi rondje kan worden. Kijk. Hoppatee. Kijk, dat is een game... ja, halletje, waar je dus eigenlijk in kan gokken. Oh! En hij is meteen level 4 geworden. Nou, dat vind ik nog zo'n mooie timing. Ik zet één gamehalletje neer en we zijn in level 4 mee. Dan denk ik dat ik hier ook gewoon nog zo'n gamehalletje neerzet. Zo. Gewoon wel een complete natuurlijk. Hoppatee. En dan hebben we dus ook weer nieuwe attracties nu gekregen. Want wij hebben de Drop Tower Ride gekregen. Oftewel de vrije... Zo, dat ding is groot. Oftewel de vrije val. Maar die moet sowieso hier ook komen. Dat moet wel in het midden namelijk. Hoppatee. Dus die ja, dan kan je eigenlijk een beetje in de stad uitkijken. En we hebben nog eens een Pendulum Ride. Oftewel, ja, dat is een... Ja, dat is mega groot. Ja, dat dacht ik al. Dat is een mega grote attractie. Die hopelijk hier tussen past. Ja, dat is zo'n ronddraaiende schommel. Ja, ik denk dat jullie er allemaal wel een keertje hebben ingezeten. Heel erg gaaf ding, zoals ik kan zien. En ja, het begint nu wel langzamerhand een pretpark te worden hoor. We zijn klein begonnen. Maar het begint er nu wel steeds meer op te lijken, zoals ik kan zien. Dus het gaat goed gewoon. Even kijken hoeveel mensen hebben we nu al gehad. Hier alweer 5200. Dus het gaat ook echt super snel. En we kunnen nog een level omhoog gaan. Maar wat we nog voor dat level nodig hebben is 10.000 mensen die ons pretparkje hebben bezocht. Dus dat zijn er heel erg veel, kan ik je zeggen. Heel erg veel. Maar dat is ook meteen de hoogste level. Hij heeft nu al 4 sterren. En we moeten het ook nog even een naam geven. Ik noem het Walieteling. Snap je hem? Walieteling. Van Efteling en Walibi. Walieteling. Precies ja. Dat vond ik een mooie naam eigenlijk. Daar heb ik echt 3 seconden over nagedacht. Maar ik vond het een mooie naam. Ik ga er nog wel wat boompjes en alles tussen inzetten. Nog een beetje wat aankleding geven. Nog wat struikjes zo in het midden. Niet te veel natuurlijk. Een paar struikjes. Kunnen nog wat boompjes neerzetten. Zo. Even wat mooier indelen. Zo, er staan er ook overal wat boompjes, zoals je kan zien. Kleine mooie boompjes. Awesome. En de woningwaarde... Oeh, jullie hebben nog geen water. Sorry, jongens. De woningwaarde gaat echt heel snel omhoog in dit gebied. Dat is niet gezond. Je hoort de hele tijd die biepjes. En die biepjes zijn eigenlijk dat de woningwaarde weer omhoog stijgt. En dat ze eigenlijk dus weer een huis upgraden. Plus, we hebben nog 18 inwoners nodig. Nog 4 inwoners nodig.
En dan hebben wij dus... Oh, nog 19 inwoners. Hey, 60.000 inwoners. Applaus voor jezelf, jongens. Applaus voor jezelf. Dan kunnen we nu eindelijk een vliegveld gaan maken. En we kunnen weer een nieuw stuk land kopen. 60.000 inwoners. Ons volgende doel wordt de 70.000 inwoners. Want bij de 70.000 inwoners, je ziet het al in je beeld staan, kunnen wij al het land kopen wat we eigenlijk willen. Dus ons doel nu nog op dit moment is gewoon om 10.000 inwoners extra erbij te krijgen. Zodat we heel erg veel land kunnen gaan kopen. En zodat we eigenlijk kunnen maken wat wij willen. En daar heb ik echt heel veel zin in. 70.000 inwoners hebben wij echt nodig. We hebben wel, ik zie het hier, want kijk, er zijn heel veel mensen dood gegaan. We hebben wat meer crematoriums nodig. En er staat hier nou een filetje of niet? Oh nee. Die auto probeert over te steken, maar dat gaat niet heel, heel goed voor hem. Misschien moet ik hier wel stoplichten neerzetten. Ik ga het heel veel uittesten. Want die politie kan er wel doorrijden. Heel even kijken hoe het gaat met stoplichten hier. Want ik wil niet dat er een ophoping komt. Maar zoals ik al zei, we hebben nog maar één ingang onze stad in. En op het moment dat ik te veel huizen hier ga bouwen. En op het moment dat er te veel mensen naar deze stad moeten komen. Dan wordt het natuurlijk ook te druk voor één ingang. Dus ik wil er nog een ingang bij gaan bouwen. Maar dan moeten we nog heel eventjes mee wachten. Maar het stoplicht, dat ja, gaat eigenlijk wel goed nog. Stoplicht is eigenlijk wel handig. Dus ik laat voor nu het stoplicht heel veel staan. Even kijken hoe dat gaat. Maar dat moet wel goed komen, denk ik. Ik laat hem voor nu heel eventjes staan waar die staat. Kunnen we het altijd natuurlijk eventjes goed aankijken. Ja, alles verloopt lekker. We beginnen meer crematoriums bouwen. Dat was het. Ik was even aan het nadenken. Die hebben we namelijk wel nodig. Ik denk dat ik gewoon een paar kleintjes er neerzet. Ik kan bijvoorbeeld hier staan een parkje, ja. Ik kan bijvoorbeeld hier zo. Of gewoon naast het parkje. Dan lig je ook wel leuk, denk ik. Dan kan ik een klein crematoriumpje bouwen. Dan zet ik er hier ook meteen een neer. Want daar moet er dan ook een komen. Zijn de mensen ook weer blij mee. En dan moet ik even kijken. Want waar, hier staat een hele grote, hè. Ja. Dan moet ik denk ik hier ook nog wel eentje hebben staan. En eigenlijk als ik gewoon... Nou, aan de snelweg wil je niet liggen, hè. Dan wil je gewoon niet begraven worden ook. Ja, hier past er wel heel erg mooi in. Ik zet er gewoon hier eentje neer. Dan kunnen die mensen ook worden opgehaald namelijk op het moment dat ze komen te overlijden. Want de mensen die in je stad wonen, die worden natuurlijk ook weer ouder. En als ze ouder wonen, ja, dan komen ze op een gegeven moment gewoon te overlijden. Dat is heel simpel, dat gebeurt bij iedereen. Maar dan moeten ze natuurlijk wel kunnen worden opgehaald. En hier hebben we er ook nog eentje nodig. Dus daar kan ik er ook nog eentje bij zetten. Zo, dan is iedereen weer blij. Kost ons wel wat geld, maar... Beter de mensen blij dan dat we geld besparen. Want ja, we verdienen genoeg op City Skylines. Dat we niet echt iets hoeven te besparen natuurlijk. Ik kan hier nog wel wat meer normale huizen neerzetten zo. Zo, nog wat extra huizen neergezet. Hier verloopt alles eigenlijk ook wel goed. Dus dat is heel chill. Daar verloopt alles ook nog steeds goed. Verloopt in dat andere stadje eigenlijk hier zo. Hier verloopt ook nog alles goed, joh. Oh! Heerlijk! I like it! Ik kan zelfs nog... ja, nee, daar wil je niet wonen. Dan wil je naast de snelweg, hè? Ik kan zeggen, ik kan nog wel wat extra huizen plaatsen, maar... Niemand die aan de snelweg wil wonen. Dat geeft namelijk best wel wat herrie. En het probleem hier met de vrachtwagens is er nog steeds wel. Maar het is wel minder omdat we die goederentrein hebben gebouwd. En de volgende raket... Ja, we kunnen hem heel snel, denk ik, alweer laten opstijgen. En die naam wordt de 2. De tweede raket, de 2. Hebben we hier ook een... Oh ja, hier hebben we een crematorium bijgebouwd. Dus je ziet dat er heel veel mensen komen te overlijden. Dat is niet de bedoeling. Maar, dan ga ik heel veel denken. Jouw afval is nog niet opgehaald. Oei. Dat zie ik inderdaad, ja. Ik kan op zich hier wel een afvalplekje neerzetten. Meteen ook handig voor de stad namelijk. Even kijken, doe maar een klein recyclecentrum. Zo. Staat hier net buiten de stad namelijk. Ik heb ook niemand er last van. Dan wordt hier in ieder geval het afval opgehaald. Want het afval is hier nog helemaal niet opgehaald namelijk. Dat is niet helemaal de bedoeling, hè. Chill. En dan kunnen we eigenlijk even kijken of we een extra stukje land kunnen kopen. Maar dan wordt de vraag, welk stuk land gaan wij kopen? Ik weet het eigenlijk wel. Want ik heb namelijk een plannetje in mijn hoofd. En dat is dit stuk land kopen. En op het moment dat wij de 70.000 inwoners hebben, kunnen we eigenlijk alles kopen wat we willen. Maar als we daarna het stuk land daarboven kopen,
Dan kunnen we een snelweg van hier ook nog eens hierheen laten gaan. Dus dan verbinden we eigenlijk meerdere snelwegen met elkaar. In plaats van dat wij natuurlijk alles over deze weg moeten doen. Waar we nu ook alle stadjes natuurlijk aan hebben gebouwd. Dus ik denk dat ik deze ga kopen. Ja, maar dat kan ik wel pas gebruiken als we 70.000 inwoners hebben. Dus ik weet niet of het handig is om hem nu te kopen of bij de 70.000 inwoners. Want ik kan ook dit stukje land kopen. Zodat ik die stad eigenlijk mooi daar naartoe kan uitbreiden. Dat is namelijk ook wel vet. Ik denk dat ik dat ga doen. Ik denk dat ik deze ga kopen. Dan hebben we namelijk net dat puntje er nog extra bij. Ik denk ik ga deze kopen. 21.000 kost het. Nou, dat is niet heel veel. Bij de 70.000 inwoners kunnen we namelijk toch al het land kopen dat we willen. En we kunnen hier misschien ook nog wel die punt wat groter maken, zeg maar. Is het afval nou hier nog steeds niet opgehaald? Jongens, haal het afval even op. Beter haal jij dit afval op, anders word ik boos. Oh, het afval is opgehaald. Zo, jongens. Wat gebeurt er, jongens? Holy knetter, iedereen komt opeens met de boot hier, jongens. Die boot is er helemaal vol. Oh, wat gebeurt hier? Je kan niet in elkaar, jongens. Oh my god, het wordt hier veel te druk dan, hoor. Ik weet niet hoeveel mensen gaan uitstappen, maar... Holy knetter. Ze zitten allemaal in elkaar. Dit zijn 6 boten of zo in elkaar. Oh, kijk hoeveel mensen eruit... Oh, kijk hoeveel mensen eruit komen. Holy knetter, kijk hoeveel mensen eruit komen. Zo. Kijk hoeveel mensen, gek. Oké, we moeten hier een metro gaan bouwen. Ik zweer, we moeten hier een metro neerleggen. Het spijt me zeer, we hebben het hier echt nodig. Metro. Gewoon er recht tegenover. Oké, we gaan een metro in deze stad aanleggen, jongens. We hebben hier natuurlijk al een metrosysteem die tussen die twee steden rijdt. Maar dit is wel een beetje een stad apart hier. Dus ik ga hier gewoon wat stationnetje neerleggen. En dan kunnen we hier metro doorheen laten lopen. Want die mensen moeten nu allemaal lopen namelijk. En dat is niet goed. Even kijken. Ik kan er... Even kijken, als ik die metro zo laat lopen, ja, dan kan ik er hier eentje leggen. Dan leg ik er ook gewoon eentje aan de andere kant. Dus kan ik er daar nog eentje leggen. Oh nee, niet daar. Oh, sorry. Oh, het spijt me. Ik bedoel dat daar. Jullie mogen je huis weer opbouwen hoor. We verliezen nu wel wat inwoners, omdat ik wat huizen ga verwijderen. Maar dat is op zich niet heel erg. Leg ik er nog eentje bij het crematorium neer. Gewoon zo op de hoek, mooi. Ja. Ik kan er hier ook nog wel eentje. En dan moet er hier in het drukke gedeelte ook wel eentje komen. Dit zijn natuurlijk winkels. Ik kan er wel eentje naast het park neerleggen. En dan ook nog eentje naast dit park. Dat is een beetje het begin van de stad. En dan in het midden is het niet echt nodig, omdat er niet heel veel in het midden staat. Want dat hebben we een beetje opengelaten, zodat het er natuurlijk mooi uitziet. Dus dan hou ik het voor nu hierbij. En dan kijk ik heel veel snel na. Hoe hier de metrolijnen ook weer lopen. Oh ja, dat was hem, hè? Ja, oké, dat was hem. Ik weet het weer. Want misschien is het handig om hier ook gewoon een metrootje te laten stoppen. Zo. Oh, daar zijn jullie niet blij mee, serieus? Geeft natuurlijk wel wat geluidsoverlast. Maar ja, het is misschien wel handig om daar ook een metrootje te laten stoppen. Want dan kunnen we die banen ook die kant op leiden namelijk. Moeten we wel wat tunnels neerleggen. Moeten namelijk dan nog een tunnel zo gaan. Dat zijn de tunnels voor de metro. Zo. Hoppatee. Dan loopt daar namelijk nu ook een baantje. En dan wil ik ze hier ook even goed laten lopen. Zo. Zo. Ze moeten er wel natuurlijk wel een beetje fatsoenlijk uitzien nog. Hoppatee. Ze connecten ze gewoon eventjes goed met elkaar hier ook. En dan komt het verder hier ook wel goed. Dat is wel chill dat we dan hier ook een metro hebben liggen. Want die mensen die uit die boot stapten, waren er wel even echt te veel gewoon. Hoppatee.
En dan kunnen we misschien ook nog wel de ene stad met de andere stad verbinden via de metro. Dat gaat denk ik wel goed werken namelijk. Even iets meer geld er dan in pompen. Dan komt het wel goed. Oké, die zitten ook allemaal met elkaar verbonden. Dan kunnen ze hier dus een rondje rijden. Het lijkt echt op een bierflesje of zo. Alleen wel een bolle onderkant dan. En dan moet die wel weer hier nog mee geconnect worden. Dat is wel zo handig namelijk. Zo. Zo. Dan kan hij namelijk de bootmes opvangen. Maar er varen echt heel veel boten namelijk nu opeens. Uit het niets in één keer, hè. Kwamen er 10.000 boten hier al aan. Dat is chill. Maar dan moeten deze twee ook nog wel met elkaar worden geconnect. Dus deze, die moet nog daar naartoe. En deze moet dan nog... Daar naartoe. En ja, dan lukt het eigenlijk wel. Ik kan nog wat meer tunnels neerleggen, zodat het nog net iets sneller gaat. Zo. En dan moeten we nog eventjes lijnen aanleggen natuurlijk. Eerst een lijn die we gewoon heel simpelweg hier doorheen laten lopen. Daar zijn de mensen ook weer blij mee. Dan moet hij wel natuurlijk de boot pakken. Zo, dat is gewoon één rondje. Dan moet hij natuurlijk ook nog de andere kant op rijden. Anders moet je namelijk een heel rondje maken. Zo, dat ene station gebruik ik nu eigenlijk. Dit stationnetje hier, die gebruik ik helemaal niet. Dat is eigenlijk ook niet nodig, als ik eerlijk ben. Laten we hier nog een rondje rijden, zo. Hoppatee, zijn er best blij mee. En dan... moet hij natuurlijk ook nog een rondje... hier lopen. Maar dan... moet hij ook... Wacht, dan hoef ik eigenlijk... Wacht eens even... Bij een heel groot rondje laat ik hem niet overal stoppen. Dan pak ik maar een paar stops. Stopt hij daar, dan stopt hij weer daar. Hier kan ook nog wel. En dan rijdt hij daar nog gewoon helemaal hier naartoe door. Kijk. En dan helemaal hier naartoe door. Hier naartoe door. Dat wordt een heel groot rondje. Hier stopt hij nog een keer. En dan rijdt hij eigenlijk meteen weer terug. Zo. En dat is gewoon een single rondje. Die gewoon letterlijk alleen de mensen oppikt van de boot. Die ze ook naar deze stad kan sturen. En dan... even denken. Ik ben heel aan het nadenken hoor. Dat hebben we nu eentje zo laten lopen. Ja, als ik er nou eentje... deze kant op laat gaan. Die daarna... helemaal hier naartoe gaat. Dan gaan ze waarschijnlijk ook veel vaker die metro gebruiken. Hij wordt al heel vaak gebruikt. Maar hij gaat waarschijnlijk nu nog vaker gebruikt worden. Dan maakt deze metro gaat dan een heel groot rondje rijden. Maar ik denk dat het wat chill is als ik eerlijk ben. En dan moet hij daarna weer helemaal terug hier naartoe. Deze gaat echt een mega groot rondje rijden. Ja, zo. Oké, okay, we laten het even hierbij. Ik controleer het wel heel eventjes hoe ze nu gaan rijden. Want op dit moment maken 2482 mensen gebruik van de metro per week. Ik hoop dat dat nu drastisch verhoogd gaat worden. Ik ga er ook meer geld op inzetten. Metro, dat is die. Die gaan we eens even gewoon verhogen. Dat er meer geld in wordt gestopt. Kost me ook al 9000 per week, by the way, zie ik nu. Holy knetter. Zo, die wegen kosten me 23.000. Ho, hoeveel mensen waren het? 2482 per week. Oké, dan gaan we heel veel de tijd doorspoelen. 2482. Want nu is de vraag of dat echt kei groot verschil gaat maken. Door deze hele extra metrolijnen neer hebben gelegd. Ik hoop het natuurlijk wel. Ik hoop het. Dan ga ik tussendoor even kijken hoe het hier ook weer zit met de filevorming. Oké, okay, die file hebben ze zelf opgelost. Hier stond heel de tijd file. Maar je ziet dat het nu gewoon... ja, het is eigenlijk gewoon zo goed als weg. Dus dat is ideaal. Daar ging het mij namelijk ook om. Dit is heel chill. Oké, okay, daar is de file weg. Hier liggen wel veel doden nog. Maar dat wordt vanzelf opgehaald. Stoplicht doet ook goed zijn ding. Je ziet dat het niet ontstopt wordt. En je ziet wel dat de dosis die mijn stad ingaat gedoseerd wordt. Door dat stoplicht. Dus dat is eigenlijk ook heel erg handig.
Alleen... Oh, ik weet al waarom de lichamen hier niet worden opgehaald. Komt omdat één richtingsverkeer is. Want als ze de stad inkomen, kunnen ze alleen rechtdoor naar links. Dus om deze persoon op te halen, dan moet er dus een begrafenisauto moet de snelweg pakken. Die moet daarna terug de stad in. En op het moment dat die terug de stad in is, dan kan die worden opgehaald. Dus eigenlijk moet ik dat even oplossen. Dat kunnen wij wel makkelijk oplossen. Dat komt omdat ik alles één richtingsverkeer heb gemaakt. Wat ik zelf wel fijn vind eigenlijk. Als ik zo doe. En ik connect deze dan. Oh, dat gaat lastig worden. Ik moet deze met elkaar kunnen connecten. Maar dat gaat best wel een struggle worden, zoals ik al zie. Zo is die. Ja, dat gaat niet werken. Komt al die palen die er komen te staan. Deze nou zo hoog mogelijk pak. Dan moet hij nu... Ja, kijk. Opgelost. En dan moeten we alleen even de richting veranderen. Zo, opgelost. Dus nu kunnen auto's de stad verlaten. Als we dan deze afrit pakken, dan kunnen ze ook weer heel makkelijk de stad in. En that's it eigenlijk. En ja, een klein ontstoppingje, maar dat komt door het stoplicht. Dat was net ook heel de tijd meteen weer gefixt. Zijn wel mooie gebouwen bij de WM, moet ik eerlijk toegeven. Ja, vet. Hoe zit het nu met openbaar vervoer? Ik ga het even controleren, want daar beginnen we voor. 2478 per week. Het is nog niet echt heel hoog gegaan, hè? Maar er komen wel weer... Zo, er is een hele file hier, jongen. Oh, er komen we echt... Oké, er komen weer een heleboel boten aan. Oké, dan gaan we het even controleren nu ook. Gaan zij de metro pakken, ja of nee? 106 mes. Oh, er gaan er wel veel met de metro, moet ik zeggen. Kijk dan. Kijk, ze allemaal rennen, joh. Holy knetter. Oké. Als ze de boot verlaten, gaan ze dan de metro pakken. Er komen weer heel veel boten tegelijkertijd in elkaar naar de haven toe. Ik moet even die poep ook verplaatsen bij de weg, maar dat komt wel goed. En op het moment dat ze uitstappen, wat ze nu gaan doen, ja, daar komen ze. Pakken ze de metro. Ze moeten natuurlijk wel kunnen oversteken. Holy knetter, dan rennen ze allemaal. Maar ze steken de weg niet over. Misschien moet ik dat metrostation wel aan de andere kant van de weg doen. Want ze gaan hier pas oversteken. En ze rennen wel allemaal terug. Kijk, maar ze steken allemaal over en ze rennen allemaal terug. Dus als het goed is, dit zijn zoveel mensen, jongen. Als het goed is, gaan ze dan hier wel allemaal de metro in. Ja hoor, dan gaan ze allemaal de metro in. Kijk dan, kijk dan, kijk dan, kijk dan. Allemaal, jongen. Wow, yo, yo, yo. Holy knetter. Oké, dat is wel echt sick, ouwe. Dus ze pakken wel echt allemaal die metro. Alleen, waarom kunnen ze hier niet oversteken? Er komen er nog meer uit die boten. Dus ze moeten eigenlijk wel hier kunnen oversteken, jongens. Kan ik dat niet aanpassen? Dat ik hier een zebrapad of zo maak? Ik weet niet of ik dat kan. Hier. Kan ik niet hier stoplichten plaatsen? Nee, dat gaat niet werken, hè, helaas. Kan er misschien wel bordjes? Nee, dat komt omdat er geen kruispunt is. We moeten helemaal omlopen. Eigenlijk had ik dus dat metrostation aan de andere kant moeten doen. Maar ja, dat is ook niet heel erg. Maak in ieder geval wel meer veel mensen gebruik van. Daar ging het mij om. Ze moeten alleen een klein stukje omlopen omdat ze de weg niet willen oversteken. 3300 mensen gebruiken de metro nu. Oké, dat is dus wel een grote verandering. Dat is goed. Chill. Super, super chill. Ja, nice. Daar ging het mij eigenlijk om. Dat wou ik even monitoren. We kunnen de volgende keer kunnen we hier ja, nog even wat gaan bouwen. Ik wil eigenlijk ook nog dat stuk land zo uit gaan breiden. Dat er eigenlijk een beetje een punt wordt. Dus dat gaan we de volgende keer weer doen. Je ziet dat de hele stad is wel nu volgebouwd zoals je kan zien. We gaan hem nog ietsje groter maken. En daarna gaan we het niet meer groter doen. Omdat het anders te vol komt namelijk. Maar het gaat nog allemaal heel erg lekker. Dat is het enige wat, eigenlijk wat ik kan zeggen. In ons pretpark zijn nu ook al... Dat weet ik nog wel of we weten dan. In ons pretpark zijn nu 7600 mensen geweest. Dat gaat echt dus heel erg goed daarmee. Dus ja jongens, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als jullie hebben genoten, ram natuurlijk zo'n subscribe op like. Dat zou ik super, super doof vinden. We zijn natuurlijk zo snel mogelijk ook weer terug met een nieuwe aflevering. Dus ik hoop jullie daar allemaal weer bij te gaan zien. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. En hopelijk ook weer. Tot de volgende keer. Bye bye mensen.